Ik heb altijd, als je hier het straatje in fietst of loopt vanaf de Valkenaarstraat, dus vanaf beide kanten, dan word je echt al helemaal blij als je al die leuke oude huizen ziet. Ja. Dus ik had echt meteen, toen ik hier liep, dacht ik van yes, dit is het. Dit is gewoon mijn plekje. Ja, ik ben in Blaricum opgevoed in het oude dorp. En dan liepen we altijd in het weekend, gingen we dan altijd een wandelingetje maken met mijn ouders. En dan werd ik ook al zo blij van al die mooie boerderijen en smalle straatjes. En nou ja, dat, ik was helemaal verrast dat je dat dus in huizen ook hebt in het oude dorp. Ja, en eigenlijk nog leuker, omdat je hier op die laatste Utrechtse heuvelrug zit. Ja. Dat je ook nog allemaal heuveltjes hebt in het dorp. We gaan naar binnen. Ja, we gaan naar binnen. En nou is het het najaar, hè? Maar we zitten hier gewoon nog in het zonnetje. Ja. Daar is het zuiden, hè? Ja. Dus je pakt eigenlijk de hele dag door de zon. Je hebt de hele, hier heb je de hele dag zonnetje. Ja. Op deze bank. Je zit helemaal verscholen, niemand ziet je. Ja, dat is een gevoel van privacy. Je hebt hier heel erg, want ja, er is echt helemaal niemand die je bekijkt. Nee. Je zit zo in het dorp. Super centraal gelegen. Je zit zo bij het, als je een leuk bootje hebt, zit je zo in 2 minuten fietsen zit je in de Oude Haven. Ja. En heel rustig, want het straatje loopt dood. Ja. Dus weinig verkeer. Ja, bestemmingsverkeer alleen. Hè? Ja. Goed. Gaan we binnenkijken. Ja. Nanon, waarom heb je dit huis eigenlijk gekocht? Ja, toen ik hier binnenkwam, toen had ik meteen zo'n gevoel van, ja, dit is mijn plek. Zo'n goed gevoel. Hele hoge kamers, glas in loodramen, oud, alles oud. Lekker kacheltje. Kacheltje heb ik in laten zetten. Mooie eiken vloer. Want dit is natuurlijk een plek waar je heerlijk zit, hè, voor de kachel. Ja. En door die grote ramen heb je enorm veel lichtinval hier in huis. Ja. Ja. Het is gewoon echt een heerlijke plek. Ja, leuk. Ik ben echt elke dag blij als ik hier weer binnenkom. Oké. Okay. Ja, ik word al gelukkig door dit huis, omdat het een oud huis is. Dat vind ik dan voor mij heel goede sfeer en voelt heel erg goed. Dus ik ben hier al gelukkig als ik hier binnenstap. Verder vind ik het buurtje, ja, daar word ik ook al helemaal blij van. Er wonen alleen maar leuke mensen in de straat. Ja. Het is altijd gezellig. Het is altijd 1 keer per jaar een heel leuk feest ook. Hier aan het einde. Ja, je moet echt komen kijken. En wat zou je toekomstige bewoner gunnen eigenlijk op dit huis? Dat die hier vindt? Ja, ook dat zij echt net zoveel geluk en blijheid ervaren als ik hier met mijn zoon heb gehad. Want het is, ja, wij zijn hier echt alleen maar blij. Volgens mij is dat een goede boodschap en is dat een goede manier om naar een nieuw huis te kijken. Dus kom kijken op de Valkenaarstraat. Dankjewel.